1, 3, 5, 7, 9, 15, 21 enzovoort. In 1992 hebben wij gewerkt aan de documenta in Kassel. En een van de mooie ervaringen was het maken van de oude paviljoen. En ik wou deze foto tonen met die liggende mensen rondom het gebouw. En liggen is de eerste daad van wonen. Van ter plaatse zijn, van een plaats te kiezen, van een plaats te aanvaarden, van de wereld te aanvaarden. De wereld zoals hij aan ons overkomt. En de architectuur werkt met deze wereld zoals hij is en maakt dingen voor mensen om erin te leven en uiteindelijk ook om erin te liggen of er naast te gaan liggen. In elk geval, naar onze mening, houdt architectuur zich bezig met het begenoegdoening in eerste instantie, met het beter maken van, of een poging om het beter maken van het leven. En liggen is het meest ultieme vorm van ja, leven, mijn zin is. Het betekent dat je je plek aanvaardt waar je aanwezig bent. De oude paviljoenen zijn gebouwd in een cruciaal moment in de Duitse geschiedenis. Net na de Wende, toen we eraan begonnen zijn, zijn die paviljoenen heel vroeg ter sprake gekomen om de schilderkunst een plaats te geven waar haar oorsprong lag, namelijk het landschap. Het schilderwerk, historisch, maar ook nu, heeft zijn origine in het landschap. En de oude paviljoenen waren gebouwen die zich prominent in een landschap manifesteerden, namelijk de oude, en oude betekent zoiets als een moeras, een vochtig landschap. En die fantastische tuin, die er gereconstrueerd is kort na de oorlog, waar je ook de eerste manifestaties, de allereerste documenten als een soort aanhangsel van de Bundesgartenschau, zo is het allemaal begonnen. In die tuin is het promenadegebouw gemaakt. Het was een wandelgebouw. Wandelen doorheen de kunst en het landschap. Een gebouw dat absoluut schilderijen of wat je nu schilderkunst zou kunnen noemen, wou tonen als een soort plakaten die uitgehangen werden naar natuur, naar het buiten, naar de wereld toe. En de oude paviljoenen hadden die openheid, die wandelstructuur. Je ging er binnen en buiten, er waren 5 paviljoenen die met loopbruggen verbonden waren. En je had voortdurend die wisselwerking tussen het buiten en het binnen zijn. Tussen het venster en het schilderij, dat ook een soort van illusoire venster is. Maar je had daar ook mensen die erin rondwandelden, die zichzelf weerspiegeld zagen in de ramen. En een van de gedachten die ons steeds bezighielden, is dat er voor ons een nauwere band bestaat tussen de schilderkunst en de architectuur dan als zo dikwijls gezegd wordt. De sculptuur en architectuur. Ik zal er later ook nog op terugkomen. Waarom? Precies omdat die schilderkunst
te maken heeft met een landschap. En een gebouw is eigenlijk ook een landschap rondom mensen. Terwijl de sculptuur, de origine van de sculptuur, de representatie is van het menselijk lichaam. En vandaar dat ik denk dat de architectuur het perspectief met doorzicht, met planvorming, heel nauw gelieerd is aan die schilderkunst. En sommige momenten zijn erg belangrijk geweest, sommige ontmoetingen, met name met kunstenaars in ons werk. Wel, de keizer heeft zijn schilderijen getoond in de oude paviljoen. En die ontmoeting met hem was eigenlijk vrij fundamenteel in de uitwerking van die totale structuur van die paviljoen. Gesprekken op zijn atelier hebben geleid tot wat de paviljoen uiteindelijk geworden zijn. Ook niet de angst voor het licht, voor schilderijen, niet de angst voor een klap zon op zijn werken. Een onvergetelijk moment. Het oude paviljoenen leken op treinen en er zat een soort van transit metafoor in die gebouwen. Een soort van besef dat de kunst eigenlijk geen wezenlijke vaste plaats meer heeft. Dat zij verturend de wereld rondreist, dat het niet meer zoiets is als de finale plek voor de kunst. En dat er een soort gedachte ontstond bij de mensen die aan de documenta werkten, dan goed en zijn medewerkers, van een soort van displacement. Een soort van, ook het tijdsmoment waarop die documenta gehouden is. Ik denk dat de situatie niet wezenlijk veranderd is, 17. Conceptualisme en minimalisme hadden een heel belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van de kunst gebracht. En de jaren 90 waren een soort no man's land voor artiesten die helemaal die geschiedenis, de recente geschiedenis, de kunst in the back of their minds hadden, maar die eigenlijk op geen plek ergens thuis horen. Ik vraag me af of dit nog steeds dezelfde situatie is. Die idee van geen plek, geen kader, geen structuur of geen duidelijkheid was toen heel erg aan de orde. En de oude paviljoenen kwamen zomaar bij ons op, treinen in Duitsland, dat toonde niet zo om, met een zekere willekeur. Dat is in de Duitse geschiedenis dan ook een beklijvend beeld. Maar wat mij altijd gefascineerd is de aan elkaar voorbij schuivende treinen en die filmische overlappingen van beelden die me fascineerden. En het bleek geschikt te zijn om op die manier die werken erin op te hangen en ze met elkaar te laten dialogeren, maar ook te laten dialogeren met het landschap, wetende dat al die ramen, dit is de gesloten zijde, aan de andere zijde zijn er allemaal integrale ramen in deze containers, dat die ramen gericht waren naar het oosten, daar waar het nieuwe Duitsland eigenlijk lag. En ook de oude paviljoenen waren van de grond opgericht, mede omdat we geen fundering mochten maken, maar ook om zekere, illusoire karakter van de schilderkunst te benadrukken. Gerrit Richter heeft in de oude paviljoenen zijn memorabele kabinet gemaakt en heel veel gesprekken met hem hebben geleid tot een niet-witte achtergrond, maar een achtergrond van gefineerd hout, een soort fineerhout, dat in een soort dwarse draad
horizontale draad over de muur over, oppervlakken verspreid was. Omdat zijn schilderijen toen een soort verticaliteit en een verticale striëring hadden. En toen ik dat zag, vroeg hij wat zie je in die schilderijen? Ik zie er een soort van riet of lis in. En ik vertelde hem over Frederiks Vermeeden van de Koerenmeren des Doods. En we zagen ook samen de Goethe mineraal kabinet. En van daaruit is die kabinetgedachte ontstaan. Op het allerlaatste moment heeft hij het hele kleine schilderijtje gemaakt dat links in de bovenhoek hangt. Bloemen. Het is zijn eerste bloemenschilderij. Heeft hij naar de hand meerdere gemaakt. En wat kan een schilderij beter doen dan bloemen schilderen? Een onvoorstelbare kleur van bloemen op een canvas brengen. Een model nog van Isa Genske, een kunstenares waar we mee samengewerkt hebben, ook hier in Brussel. Een model dat zij gemaakt heeft voor haar installatie, haar aanwezigheid in de documenta. Het is ook merkelijk, zij zal de eerste kunstenares zijn die in de nieuwe Whitechapel op de tent staat. Treurspreen in Knokke is een bijzondere plek. Bijzonder omdat de twee uitersten van sociaal samen zijn er aanwezig zijn. Jonge kinderen die aan het spelen zijn en oudere mensen die op rustbanken kijken, of jonge moeders ook, maar toch heel vaak en buiten het seizoen. Oudere mensen die daar een soort rust en verpozing vinden, die er zo wachten en kijken. Heel de ontwikkeling van dit plein een zeer intense samenwerking geweest is met Oostenrijkse kunstenaar Frans West, wiens werk wij eigenlijk al heel erg lang kenden en van wie we precies die lemurenkoppen gevraagd hadden. Twee sokkels, eigenlijk de toegangetjes tot de parking onder het plein. En die wel sokkels gebruikt hebben om die twee van die koppen op te plaatsen. Die lemuren zijn een soort van reusachtige koppen van 6 meter hoog. Die een soort conversatie met elkaar onderhouden, zijn er twee. Maar die elkaar ook naar de zee turen. Misschien dat eenvoudige beeld van sculpturen aan de Paaseilanden lag aan de grondslag. Maar een gedachte, een werk dat ons nog altijd geweldig gefascineerd is dit icoon van de nieuwe industriële wereld. Het schilderij van 1884 van Seurat, La Baignade Asnières. Eigenlijk een van die vroege grote werken waar die kunstenaar Seurat, die eigenlijk in zijn leven 3 schilderijen gemaakt heeft, waar hij al zijn voorbereiding naartoe gespitst heeft. Waarop die wachtende figuren, die misschien de eerste mensen die een soort van vrije tijdscultuur hadden, aan de oevers van de Seine, buiten Parijs. Op de achtergrond de fabrieken, maar vooral ook de spanning en de behandeling van de figuren. Dat zijn eigenlijk klassieke poses en het modelleren die Seurat eraan geeft, doet heel sterk ook denken aan Pier La Francesca. Maar in dat werk ontwaakt ook zijn divisionistische schildertechniek. Dat later zeer uitgesproken zal leiden in het volgende grote werk, is een echte pointillisme. Iets van dat schilderij, hoewel het totaal onbewust was, maar is toch blijven hangen in de manier hoe wij
dat plein wat je op de middel is, dat kleine driehoekige plein, die oksel, de enige plek in de kust waar een soort van teruggetrokken gevelwand staat, die prozaïsche, banale appartementen, maar die eigenlijk een geschikte, uiterst geschikte achtergrond waren voor die confrontatie. En wat gebeurt daar? Er wordt gespeeld, spelen en wachten eigenlijk. Spelen en wachten tot het spel gedaan is en dan opnieuw spelen. Ik denk dat een van de belangrijke dingen die ruimte, architectonische ruimte, moet in zich opnemen is spelen. Er moet gespeeld worden in de architectuur. En misschien wordt er ook gewacht in de architectuur. Maar die twee toestanden zijn zeer erg extreem aanwezig. En we hebben een speelveld gemaakt van stippels, van gekleurde stippels, met maritieme kleuren, waarop dit zich kan afspelen. Het is een intense plek, confrontatie van die sculpturen van Frans Hest, die bevreemde sculptuur die in een soort van bizarre, burleske figuren aan de ene kant zijn en aan de andere kant een soort abstracties, een soort van alsof het rookpluimen zijn die uit de fles ontsnappen, geesten die uit de fles ontsnappen, maar die een soort graad van abstractie hebben en die heel eigen, quasi amorfe, gemoleerde vorm hebben die zo eigen is aan het werk van Frans Hest. En is heel beroemd om onder andere over zijn passtukken, sculpturen die op het lichaam moeten gedragen worden en die eigen afdrukken van het lichaam zijn. Ook wachten en spelen op het Lodewijk Waalplein, wat een naam, het voorplecht van het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen, waar al heel veel dingen gebeuren, een soort van verblijfsplek gecreëerd is ten aanzien van de mobiliteit, die ook heel erg aanwezig is op het plein. En waar van meet af aan een soort leegte vrijgehouden was, leegte, epitheton van de moderniteit eigenlijk, maar die toch zou ingevuld worden. Vroeg in het project hebben wij Christina Iglesias geïnviteerd om een waterspiegel te maken, precies op de afmeting die wij haar opgegeven hadden, die een soort projectie zijn van de gevel van de pronaals van het museum. En een waterspiegel waar wij uitdrukkelijk van zijn, dat wij geen opspuitende fonteinen wouden. Het is een heel dispuut geworden, maar na 10 jaar is het project gerealiseerd. Het is een plaats geworden in Antwerpen, een samenspel met andere plekken. Andere dingen die we daar gemaakt hebben, onder andere de sculpturen van Rodin, die wij gerecupereerd hebben en er een plaats gegeven hebben. Christina Iglesias heeft een wonderbaar antwoord gegeven op die vraag van de waterspiegel, van de weerspiegelende kolommen in dat wateroppervlak. En in plaats van een plat vlak heeft ze een diepte gemaakt. Een césuur in dat oppervlak, een snede, zeer zeker een seksuele connotatie in dit werk. Uit die diepte, uit die grond, borrelt het water op, vult het bassin en het water vloeit langzaam terug in die gap. Het mooie van dit werk is dat in de plek tijd, die element tijd geïntroduceerd is in die openbare ruimte, cyclus en tijd en ritme.
En er zijn het moment van, wanneer je in de stad bent, een moment van stilstand en een moment van overweging die daar kan zijn. En je kan rustiger langs ingaan, je kan er ook zoals kinderen in ons een pootje bouwen. Ja. Sinds een zestal of zevental jaar zijn wij aan het werk in Londen en het verhaal loopt nu heel dicht. Het is een einde van de week, wordt de Whitechapel opnieuw geopend na een heel intense verbouwing. Whitechapel is een plek in East London met vooral geschiedenis. Als er een plek is in Londen waar de moderniteit in de wieg gehad is, is het precies in de Whitechapel. Ze is ooit opgericht door Labour nominees die eerst een bibliotheek gebouwd hebben. En aan de hand, 5 jaar later, een art gallery om er kunst te tonen voor de armste bevolking van Londen. Het is nog steeds een plek geweest voor migranten, oorspronkelijk een Joodse bevolking. Hugenoten hebben er gewoond, een Joodse wijk is het geweest, momenteel is het de Bengaalse wijk. Het is een plek met 3 stoepen, met 3 ingangen, uiterst rechts de toegang tot de oorspronkelijke bibliotheek die nu verdwenen is. En aan de hele andere kant de toegang tot de Whitechapel zelf. En tussenin een metro-uitgang. Ik vond het zo opvallend. En dat dit een soort aanleiding gaf om over die plek na te denken. Meer dat ook. Dit zijn de 2 façades van die plek. Je ziet 2 echt verschillende bouwstijlen in Victoriaanse architectuur. En ik kan wel zeggen dat dit. Niet zo'n bijzonder gebouw is. Dat eerste is het rechtse gebouw. Dan links een arts en crafts gebouw waarin de Whitechapel reeds aanwezig was. En een hele complexe gevel iconografie. Complex ook omdat allerlei ornamenten en van de 2 periodes zijn aanwezig. We hebben die iconografie nog een beetje verhevigd. We moesten een toren voor Engels Heritage een torentje erbouwen en een weather vane, een windroos. En we hebben het geluk gehad om een kunstenaar te vinden die een interessante windroos in zijn repertoire had. Rodney Graham, de Canadese kunstenaar. En is Erasmus geworden, die verkeerd op zijn paard zit, Erasmus. Begin van het humanisme en de verlichting eigenlijk. Een fout. Het humanisme en de verlichting zijn even fout. En ook uiteraard de relatie van Erasmus en Thomas More speelt een rol in. Ook die blank tussen de 2 torens van de Whitechapel, de oorspronkelijke Whitechapel Art Gallery, zal ingevuld raken met een kunstwerk van Rachel Whiteread. Het zal allemaal even duren. Maar we willen eigenlijk gewoon die complexiteit en die heel heftige iconografie nog verheviger, nog heviger maken. Nog er wat aan toevoegen. En precies in die toevoegingen ontstaat een soort van samensmelting. Precies om die gevels als een soort dragers van zoveel visuele informatie. En dat nog te gaan vergroten is de inzet om Whitechapel tot een soort eenheid te versmelten. Het idee van wandelen en blijven was er gekomen omdat wij, en je ziet die 2 plots naast elkaar, en je ziet plots dat daar 2 ruimtes met quasi een gelijkaardige typologie, althans in plan zich, een gelijkaardige typologie, 2 plekken met 4 kolommen in, die uiteraard de galerij zullen worden. De linkse was de oorspronkelijke
Lower Gallery en dan door die toevoeging van het nieuwe gebouw komt er rechts wat de Commissioners Gallery genoemd wordt. En we hebben ook gezegd, misschien moeten we iets behouden van de bibliotheek, dat was zo opvallend. We hebben de bibliotheek nog in actie gezien. Bengaalse mensen zaten daar te lezen. Het was een living space in de wijk. En misschien moet er gedacht worden dan aan de mogelijkheid of aan het experiment dat je in een museum in plaats van gaan rondwalen ook kan gaan zitten, kan verblijven. En dan kwam het idee ook om in die commissions gallery kunstenaars te vragen om gelangdurig, jaarlang aan één project te werken. En ook het publiek de evolutie van dit project zou kunnen meenemen. Het publiek zou er kunnen gaan zitten. Ten aanzien van het wandelen in musea, die galerijen zijn en die eigenlijk uitnodigen tot wandelen, die eigenlijk echt de vrijplaatsen zijn, waar je wandelt waar je wilt en je kijkt naar wat je wilt. Zo een van die weinige plekken die in steden bestaan waar je niet gedwongen bent van witte lijnen te lopen enzovoort op de sidewalks of te wachten voor het rode licht in een museum. Wandel je eigenlijk waar je wil en je kijkt naar wat je wil. En op de andere plek kan je gaan zitten en kan je de tijd ervaren samen met die kunstwerk. Dat was eigenlijk het initieel idee. Omdat de typologieën, ondanks dat zij zo gelijkaardig zijn met de vier kolommen, toch in proportionaliteit zo verschillend zijn. Het ene is een soort langstypologie die perspectivisch is en die je uitnodigt om vooruit te schrijven en vooruit te gaan. En het andere is een soort centraal typologie waar een soort centrum benadrukt wordt. Dit gebeurt door die blauw aangestreepte zones van verlichting, zodat je voelt in de ene plek in een soort centrumgerichtheid en de andere plek in een soort finaliteit. En het is precies op die balancerende tegenstelling dat het essentie van het nieuwe Whitechapel uitgewerkt is. Dat is die Commissions Gallery. We hebben wel absoluut geen white cube of white space of zoiets gaan maken voor de kunst. Toen we de boekenkasten van de muren verwijderden, viel het pleisterwerk vanzelf van de muren en zagen wij de London Brick vrijkomen en we hebben die London Brick bewaard en in een soort schril contrast gezet met dit soort van Victoriaanse decoratie die op de kolommen en op de balken aanwezig was. En die twee intentionaliteiten bestaan een soort schrille tegenstelling. Een soort van enerzijds verfraaien en anderzijds gaan zoals de brutalisten in Engeland tot op de ruwe briek. Wetende dat Peter Nelson Smithson daar ooit in die Whitechapel een spraakmakende tentoonstelling in de 50 jaar gemaakt hebben. The future is now. Er is een zakkend daglicht in de hoek van het gebouw die tot heel veel controverse leidt. Hier hebben de architecten toegeslagen. Het komt namelijk dat er in de Partridge Wall, in de scheidingsmuur tussen met de buren, dat er een raam zit. En, lange negotiaties hebben niet geleid tot een oplossing. En wij hebben dit soort oplossingen. Maar daardoor wordt de ruimte in zijn puurheid even gecontamineerd, maar eigenlijk ook opgeladen. Collections Gallery, diagonale doorgang, is nu helemaal, ondertussen heb ik het deze week gezien met kunstwerken erin, met collectiestukken uit het Engelse museum. En dan nog boven op het hoogste niveau, als je veel niveaus doorwandeld hebt, eindig je in deze plek voor de Children Education Room. En daar plots komen kleine doorzichten van de stad Londen weer aan de oppervlakte. Aan het einde van je wandeling
met een verzadigd licht in die ruimtes. Heb je een soort van ontluchting van je hele kunstwandeling, van je hele belevingswandeling doorheen de Whitechapel. Het gebeurt via deels de bestaande Victoriaanse trappen waar wij ook de ornamentiek van bewaard hebben, bewaard, maar we waren ook gedwongen van het bewaren, want Engels Heritage, de Engelse Monumentenzorg, is zeer, zeer waakzaam. Die we verder gezet hebben in trappen van onze eigen makerij. Verder in Engeland, hoger, noordelijker, in de Midlands, hebben wij twee uitkijktorens gebouwd langs een fietspad dat aangelegd is tussen Lincoln en Boston. Lincoln is een fantastische, mooie kleine stad met een van die prominente kathedralen die Engeland rijk is. En Boston is een stad aan de Wash, aan de zee. En een organisatie die Sustrans noemt, heeft zich tot toegesteld Engeland helemaal te doorkruisen met fietspaden. En ze zijn continu mee bezig geweest om fietspaden. Een van de laatste fietspaden die is aangelegd is deze connectie. En langs die fietspaden zijn wij uitgenodigd geweest om twee uitkijktorens te bouwen. Heel eenzame plekken, heel afgezonderde plekken. En die uitkijktorens, het fietspad loopt parallel met een rivier, de Witham. En die uitkijktorens kijken, zijn even een vijftal meter hoger stappen op een trap eigenlijk, maar je krijgt uitzicht over dat enorme platte landschap, een soort polderlandschap. Als je op een stoel gaat staan, heb je al een ganz ander perspectief. En je staat daar, je bent daar alleen. Je staat daar alleen op die toren. En het gaat ook, dit werk gaat over alleen zijn, over eenzaamheid, over wat gebeurt als je alleen bent. Ja, er zijn er dingen die gebeuren en zijn dus, in de natuur. En op een of andere manier bij dit project dachten we voortdurend aan muziek eigenlijk. Iets wat je ook eigenlijk alleen ervaart. Het in je horen en je hoofd komt. Maar ook een van de elementen die wij gebruikt hebben in dit project, en dat is een soort geheim schrif is en wat we graag doen, is het gebruik van die kleurenreeksen en kleurenrijen. En die zijn er gekomen samen met die gedachten aan muziek eigenlijk. En wat wij daarvoor hadden waren natuurlijk de vogels. Als je op zo'n eenzame plek aanwezig bent en er bent, dan is het enige wat je wat opvalt in je oor komt, is het gezang van de vogels. En wat we gedaan hebben, zijn gaan kijken op de Lincolnshire Bird Club, de een site waarop de meest recente vogels die waargenomen zijn afgebeeld zijn. Foto's van birdwatchers. Uit die foto's hebben wij kleuren gepikt en die kleuren hebben we geïntegreerd in die high views, zoals ze noemen, in die uitkijktorens. Kleurenrijen die een soort van palet hebben, die een soort van, een soort van willekeur ook, maar een soort van uiteraard relaties hebben. Ik denk dat de high views het werk is dat bij ons het meest gaat over dat wat het niet zelf toont, of datgene wat ver weg is, wat oneindig is, of
of onbegrensd is. Zo, dingen zoals de mathematica en de geometrie, dat die eigenschappen hebben van onbegrensdheid. Zoals de muziek uiteraard, die onbegrensdheid heeft, dat gevoel van oneindigheid heeft. Zoals ook misschien de mystiek, dat gevoel van onbegrensdheid en oneindigheid heeft. Maar van dat laatste weet ik niet veel. Maar wat ik er absoluut wil aan toevoegen, is die rijkdom van de kleuren, die ook dat gevoel bij mij oproept van oneindigheid, van onbegrensdheid. Even goed kijken naar het allervreemdst gewelf van de Lincoln Cathedral. Een van de meest klassieke kathedralen in Engeland, totaal tot zijn ontplooiing gekomen. De torens zijn volledig, de zijbeuken zijn volledig. Een gigantisch grote kathedraal. Maar plots, boven een koor, ontstaat er een soort van distortie, een soort van, een soort van vreemd diagonaal overspringen van die gewelven. Een soort van onrust, een soort van onverklaarbare soort architecturale blasfemie. Geen mens die daar een antwoord voor weet, voor dit gegeven. Iets van die zigzag, iets van die slinger, is in het project van wat je daarnet zat gebleven. Een soort van heen en weer beweging, die wij geïntroduceerd hebben in onze highviews. Een van die merkwaardige dingen in de architectuur. In Boston staat ook deze toren, zit vrij in relatie met die kathedraal. En langs geen rivier van de Witham, een lang verhaal ook. Het heeft te maken met hier in Boston, maar ik bespaar het u. Kleur ook in het allereerste werk waarmee die zichtbaar wordt in de zoom. Kleur voor een vogelgebouw en de zoon zijn bezig aan een masterplan en aan een fase van bouwen in de zoon. Maar onze eerste inzet is een heel erg bescheiden inzet, maar toch intense. Bouw is jammer genoeg nog niet af, het is een opbouw. We moeten een gebouw maken voor de kom-opbouwen. Dat zijn zeer zeldzame vogels waar de zoo van Antwerpen zich over ontfermt. Wereldwijd zijn zij degenen die zorg dragen voor die kom-opbouwen. En die hebben een kleur uiteraard. Dat zijn dieren die in een heel dense jungle leven. Ik wil alleen maar zeggen, dieren zoeken niet de leegte en de eenzaamheid op en lege plek. Die zoeken heel dense plekken, of zoals op die foto, we hebben een beetje gelijkaardig procedé toegepast. We hebben uit die jungle-foto, die trouwens een foto is van Thomas Stroot, een Duitse fotograaf, we hebben daar kleuren uitgepikt. En die kleuren zijn delen die wij gebruiken om rondom die verblijfplekken van die kom-opbouwen te gaan plaatsen. Niet zozeer om een soort surrogaat jungle te gaan maken, maar om lichttempering en lichtbescherming toe te passen. Dit is de maquette, dit zijn panelen in opbouw, maar het gaat heel snel klaar zijn. Het is een bouwwerk. Zoals er zo aanwezig zijn, die fantastische gebouwen met stromende daken overdekt. Daarin is een allereerste gebouw voor die kom-opbouwen in realisatie. Even wou ik kleur tonen, dat het niet steeds zo vrijblijvend is,
Dit is een pagina uit Gerhard Richter's boek Warcut, waarin hij een soort confrontatie aangaat met zijn schilderij. Het zijn eigenlijk fragmenten van zijn grote abstracten die hij fotografeert en in een boek plaatst. En hij stelt die tegenover een minutieuze tekst die de opkomst, ontwikkeling en ondergang van de oorlog in Irak vertelt. Zo kleur die ingezet wordt als een soort plakkaat, als een soort van tegenzet tegen ja, die complete waanzin van die oorlog. Een soort van machteloze inzet, maar in elk geval een soort van heel duidelijk teken van de somberheid. Ik wou het even over chaos hebben, maar chaos niet in zijn afschuwwekkende betekenis, maar in dat datgene waar je eigenlijk als ontwerper voor staat, als je aan een project begint, dan is een soort van, mijn zin is, word je geconfronteerd met een soort van knoop van gegevens, een knoop van dingen die op je afkomen, een veelheid van dingen die op je afkomen, die een soort chaos zou kunnen worden. Het is absoluut niet. En ik gebruik het woord niet in een betekenis van speculatief, is ijzingwekkend, maar een soort van knoop. En de opgave is om een soort ontwarring aan die knoop te geven. Het gevoel was heel erg sterk toen wij aan het Concertgebouw in Brugge werkten. Door de twee grote dingen die op ons afkwamen, het heilige Brugge aan de ene kant, die middeleeuwse stad, het Jeruzalem van het noorden, of het althans herbouwde Jeruzalem van het noorden, dat ingenomen en ingepalmd is door horden toeristen, wat een soort van ja, beklijvend beeld in zich heeft. En aan de andere kant de boel en al die verwachtingen en die hoop en haast wens om een plaats voor muziek te gaan maken in Brugge. En zo'n twee grote packages van informatie en vraagstelling kwam over als een soort chaos. Ook wetende of bewustzijn van je beperktheid en de beperktheid van je vermogen om dat te bevatten. Toch is het een van, althans toch een van onze meest nauw aan het hart liggende projecten geworden. En het is zo fijn dat daar dingen gebeuren, dat daar plots voorstellingen zijn of concerten zijn. Ik kan je niet voorstellen hoe wat een soort van genoegdoening daaraan verbonden is om dat naderhand te kunnen beleven als het werk. In elk geval, dat concertgebouw heeft een magnitude en om zich op te stellen ten aanzien van de grote componenten van de stad Brugge, de kathedraal, de vrouwkerk, de Sint-Salvatorkerk, de grote en de halftoren. Het is van die orde van grootte. Het staat op een plek, ik wil even zeggen, die er gekomen is door de trein die ooit die richting uitreed en een station dat midden op het zand gebouwd. En je ziet dat die trein is verdwenen. Na de hand heeft men een 1,5 kilometer teruggetrokken. Maar die trein heeft een soort spoor van groen de stad ingetrokken. En op dat dek van bladeren en groen drijft het concertgebouw eigen stad binnen.
Maar ik wou het even over chaos hebben en die door etymologische betekenis van het woord chaos is afgrond, kloof, ravijn. Iets wat een soort scheiding teweeg brengt tussen het ik en de omgeving. En op een rare manier hadden wij ook het gevoel tijdens het ontwerp dat, dat er tussen die stad, die wij absoluut bijzonder vinden, maar tussen die stad en het innerlijke gebeuren van het concertgebouw een soort van vrij fundamentele scheiding moest gemaakt om een ravijn, een kloof, het foyer en daarbij zou ik zeggen in dat foyer zijn allerlei structurele elementen. Er zijn wanden die eigenlijk een soort steunen zijn voor die concertzaal en voor de balkons en die concertzaal. En dat heeft die hele binnenruimte, die Pyramidiaanse binnenruimte, tot ontwikkeling gebracht. We willen heel graag in de toekomst kunstenaars uitnodigen om op die beton, direct op het beton, kunstwerken aan te brengen. Dat is de vraag die we stellen. Dus geen andere drager dan de beton als dusdanig. En Dirk Braakman heeft zijn eerste werk gerealiseerd, fotografische print eigenlijk, die op het beton zelf gebracht is. En het is een werk dat vooral gaat over een soort licht en wat zo in de boel is dat het licht haast uit de wand schijnt. Dat is een merkwaardig gegeven. Ja, kan je een beetje snelheid nemen. Maar misschien dit profiel van het concertgebouw even bekijken met daarachter, het bruggen dat erachter ligt. Zou ik naast dat idee van de chaos en de kloof misschien ook het idee van rots willen introduceren? Iets wat ons ook, of mij persoonlijk, bijzonder aanspreekt zijn rotsformaties en rotspartijen. Ik gebruik uitdrukkelijk het beeld rots omdat ik een landschappelijk element wil benoemen en niet sculptuur. Iets van het rotsige zit in die chaos aanwezig en ik denk dat in elk goed werk ook een deeltje van de chaos moet blijven overleven. Het innerlijke van het concertgebouw waar soms bijzondere dingen plaatsgrijpen. Een van de allereerste dingen die er ooit plaatsgrijpen is de Rain-voorstelling van Rosas. Dit is het scène beeld van Jan Verschijven dat zo'n innige relatie had met die binnenruimte. Die zee ook van klavieren in de orkest. Een van de dingen die me toch heel erg zullen bijblijven. Ik wil alleen zeggen over die binnenruimte, ook daar heeft kleur een soort van rol gespeeld. We wilden hoe dan ook de buitenkant van het concertgebouw in gebakken aarde maken, omdat Brugge een stad is die een gebakken stad en een gebakken materiaal is. Maar dat inwendig moest wel iets anders worden. En door materiaalkeuze was er een heel expliciete kleur aan de buitenzijde van het concertgebouw. Die bruinrode steenkleur. En we moesten iets aan dat interieur doen. En daar hebben we ook een soort kleur. Verhaal mee, dat kleur laten analyseren van dat terracotta rood met een spectraalanalyse en dan krijg je een cijfer van in de NCS-reeks en dat geeft een bepaalde kleur en dan kan je gewoon mathematisch de complementaire kleur berekenen
precies welke kleur staat op de kleurroos tegenover dat terracotta rood. Dat leek toen op een soort petroleum groen-blauw te zijn. Ongeveer dat soort kleur. Maar zo'n kleur kan je ook uit elkaar rafelen. Je kan hoeveelheden kleur daaruit gaan halen. Elke kleur zit in alle kleuren uiteraard. Maar we hebben daar drie kleuren die in het menselijk lichaam aanwezig zijn uitgehaald. Blauw, sereneumblauw, dat is het blauw van echt blauwe ogen. Het groen, het Veronese groen, is het groen van de gal. En het marsrood is het kleur van de lever. En die kleuren die zo heel expliciet zijn, als je ze ook ziet, kan je ze eigenlijk niet vergeten. Veronese groen, als dat aanwezig is, tintelt dat heel fel door op jouw retina. En die drie kleuren hebben we eruit gehaald, hebben we er ook zwart en wit uitgehaald en dan kreeg je een soort kleurreeks. En die kleurreeksen zijn op de wonden van concertzaal. Er is natuurlijk licht in de concertzaal, een soort van kelderachtig Caravaggio licht die in de ruimte dringt. De kamermuziekzaal kom ik later, dat is een spiraal, daar kom ik later nog even op terug. Ik wil even zo'n klein dingetje tonen waar we mee bezig geweest zijn. Een gevangenis in Hasselt, waar we wat gedachten rond ontwikkeld hadden. En een van de gedachten was, wij moesten die gevangenis, de vraag was die gevangenis verbouwen. En om daar universiteitsplekken mee te maken. En we zagen dat zo eigenlijk niet echt mogelijk. Die gevangenis sprak ons niet echt aan. Wat we gedaan hebben is een echt panopticum. En we hebben voor de gevangenis een soort kloof gemaakt in het gebouw. We hebben eigenlijk de oksels, de vrije oksels van dat, dat kan je op die maquette een beetje zien, de vrije oksels van die gevangenis. Je hebt zo'n stervorm en dan heb je allemaal okselruimtes. Die hebben we als bouwblokken en gezien in de gevangenis hebben we gesloopt tot 20 centimeter van de grond. En in gedachten allemaal, hè? Dat is niet gebeurd. En van die celruimte wouden we parterres maken, kleine groen parterres voor bloemen en hoe mooi, en kruiden te planten en de blokken. Daarnaast zouden we dan de studenten doen. Het wordt niet gebouwd, maar ik ben er zeker van. Anne en Philippe, die zullen er wel iets heel erg mooi van maken. Van de gevangenis dan zelf. Maar het was even ruïne en kloof dat ik heb gedacht. Ja, die twee bouwseltjes, ik wil het er echt niet meer over hebben. Maar er is veel te maken uiteraard ook met rotsen, met blokken stapelen. En met het rotsige dat het wezen is van een proberen vorm te geven aan de chaos aan de ene kant, een colombier in bossen in Nederland en anderzijds een bosrit op een geheime plaats in Vlaanderen. Maar even terug naar de zoon, het grote, ja, dit is de maquette van het grote masterplan. En we maken daar een soort van lange bebouwing. We bedenken daar een soort van lange bebouwing langs heen die West-Vlaam, weet ik veel, maar even kwijt. Van de zoom. Dat is wat we doen. We maken een soort landschap daarvoor. Gaande van een jungle-achtig landschap naar een soort savanne-achtig landschap. Van dense groen naar open landschappelijkheid. Om er apen, giraffen, olifanten en okapies te huisvesten. Maar ik wou het weer nog eens over die rotsen hebben. En uiteraard de man die bij uitstek die rotsen geschilderd heeft, is Paul Cézanne. Die zijn leven lang
schilderijen gemaakt heeft van mos en vicuaar. En precies uit dat rotsige een soort van structuur in zijn schilderwerk aangebracht heeft. Een soort structurering van de wereld, een soort van geometrisering van de wereld. En ja, uiteraard, ik ga nu niet het verhaal van Cézanne doen, maar daaruit is cubisme ontstaan. Ja, toch wel iets wat ook in gedachten bijgebleven van die observatie van rotsen tot een soort van ontwikkeling van een soort ja, idee van de ruimte van de wereld. Rotsen en zo, het kan niet anders, het is het, de plek bij uitstek voor het, ja, het soort van anonieme sculpturale werk, ga ik toch maar even het woord laten vallen. Versta mij niet mis, ik heb absoluut niets tegen sculptuur, ik wil onze gebouwen vol met sculptuur laten staan. Maar ik heb het over rotsen en in de hele cultuur, wereldcultuur van het bouwen van zo, is er een soort van bijzondere, rare activiteit van het construeren van rotsen en beton. Dat leidt tot soms zeer opmerkelijke en hoogstaande vormgeving. Ik kan u met name de zoo van Basel aanraden, waar zeer recentelijk nieuwe rotsen gebouwd zijn die van een bijzondere schoonheid zijn. Maar als je dan aan zo werkt, dan moet je daarmee mee werken met dat idee van rotsen. En ik denk dat wij, we expanded that idea. We hebben het idee opgetrokken dat wat wij eigenlijk gebouwen en ruimtestructuur in zijn totaliteit als een soort van, in een soort van rotsige relatie tot elkaar willen staan. Dat is eigenlijk ons doel. En, dus ook, en we denken, we hopen daarvan dat het een aangename habitat zal worden voor kleine apen tot grote apen, mensapen en voor mensen ook uiteraard. Dit zijn wat beelden, maar dat idee van en die urge van een architect om hardheid te bouwen. Dat idee hebben we ook herontdekt in ons werk waar we mee bezig zijn, de restauratie en renovatie van de fameuze boekentoren en de universiteitsbibliotheek. In Gent. Vergis u niet, we zijn nog niet bezig met het gebouw. Dit zijn foto's van het originele bouwwerk van de Velde zelf. We zitten nog niet zo ver. Maar we doen wel al proeven, zoals daarnaast, want het gebouw van de Velde en zijn verschijningsvorm, zoals hij zelf in gedachten had, zou een betonnen gebouw zijn en die wil van die wens van duizend kleine steentjes en steenpartikels één grote verticale rots te gaan bouwen, daar heb ik een zeker begrip voor. Het leidt tot interessante onderzoekingen. We gaan er een soort een pijl van 2 centimeter afkrabben van heel die toon en er een nieuwe laag tegen aangieten. Als God ons dat toestaat. En dan, ik ben dan ook succes, dat gaat goed vooruit. Ik zou het over flow willen, over stroom, over glijden, over zoiets als continuïteit, het vlieden. En dit zijn satellietfoto's van ergens een delta in, ik dacht in Madagaskar, maar ben ik helemaal zeker. Fantastische plek
waar een rivier allerlei eilanden doet ontstaan bij de monding in de zee. Het is een beetje genererend geweest voor de landscaping, en dit is het noordelijke groene gedeelte waar wij mee bezig zijn, aan een soort van lensvormige vormen die de dierenperken zouden gaan zijn, waar het publiek een soort van meanderende beweging doorheen maakt, waar wij in een uiterste hopen dat het publiek daar zich ook momentaan een beetje in de natuur gaat gaan voelen, een soort momentaan gevoel van eenheid met die dieren en die natuur. Bevreemdend, want die zoo van Antwerpen is omsingeld door de stad. Het was vroeger buiten. De zoo is ouder dan stationsgebouw in Antwerpen, stel je voor. Het was een soort plek op een soort in een moerassig gebied waar mensen van hoge stand de zondagmiddag via staketsels naartoe wandelen om in een soort tuin naar dieren te kijken. Dat is eigenlijk de origine van de zoo van Antwerpen. 164 jaar geleden. Omsingeld en eigenlijk een soort van, ja, een soort, wat is dat, die zo? Een soort van oase in de stad van groen met gebouwen en dieren. En daarin willen we dat soort van, ja, vliedend landschap gaan maken. Het is een soort, ja, is een tekening die we gemaakt hebben, hoe we dat vliegende daar aan de noordzijde willen relateren aan de totaliteit van dat zoolandschap, van dat zeeomsloten gebied waar je binnentreedt in een soort totaal andere wereld, waar je een soort relatie één op één hebt met dieren die je in je zichtveld zijn. Heel erg bijzonder. De plek ligt me helemaal aan het hart, is ook in Antwerpen. Een plek, en dan moet ik zeggen, waar mensen van allerlei afkomst gewoon rondwandelen. Dat is zo bijzonder. Je hebt er mensen met hoofddoeken, met keppels, donkerhuidige mensen en kinderen met baby's. Ik vind het zo'n onwaarschijnlijke tuin van Eden. Ja, zo'n plek waar het wel, ten opzichte van de dieren, is eigenlijk iedereen gelijk. Het plan ontwikkelt zich uiteraard. Ik ga het niet in detail uitleggen. Maar bon, het ziet er wel uit. Het is een masterplan. Je ziet zo'n heftige, rode, rotsige bebouwing eigenlijk aan de noordflank. Eigenlijk is het een soort weerspiegeling van de opkant die aan de onderzijde, de zuidzijde van de zoo gelegen is, waardoor ontstaat een soort van vallei begrensd door die architectuur. Maar ik wou het ook over iets wat moeilijker gedachten hebben. Als je over die stroom en die flow hebt, wou ik het ook over ruis hebben. Ruis in al zijn betekenissen, maar vooral ook in de betekenis dat een creatie, ik behoed mij om in de context van architectuur of een kunstwerk te spreken, maar stilaan heb ik er minder en minder moeite mee, dat daar een ruis moet in zitten van veel dingen. Van veel geheugen, van veel een soort van voortvertelling, van steeds hetzelfde op een nieuwe manier eigenlijk. En die duizenden verhalen, die duizenden intenties van zoveel mensen die aan ons vooraf gegaan zijn, moet doorstromen in die creatie. Er is geen kunstenaar die ik ken die het zo fantastisch toont in zijn werk, dat idee van enerzijds, ik heb er gewoon twee met elkaar geconfronteerd. Er is geen mens op deze wereld die dit op een onwaarschijnlijke manier
zichtbaar maakt als Cy Twombly. Het zijn twee werken van hem, dezelfde kunstenaar, maar in verschillende periodes, maar de rechtse Twombly is de misschien meest bekende, die duizenden inscripties, die horror vacui van signs en tekens die zijn doeken vullen. Met heel dikwijls bevolkt of textuele verwijzingen naar de antiquiteit, naar de mythologie, naar bijvoorbeeld expliciet aanduiden Venus en Adonis enzovoort. En dit andere werk van Leandro, de mythe van Leandrus, en die flow en die stroom. Ik vind dat zo'n sterke aanwezigheid in de kunst van onze tijd. De man is hoog bejaard, maar spreeklevend. De laatste 10 jaar de belangrijkste tentoonstelling die ik gezien heb. Het zijn beelden, imaginaties die wij heel vroeg en een vroeg dan die grens aan de achtergrond, het allemaal, we doen het helemaal zo niet, maar wel de intentionaliteit van die flow, van die stroom. Ik gebruik even deze prentfoto van Václav Nijinsky, grote danser en choreograaf van Le Ballet Russe. En dat doet me nog een soort beeld uit zijn meest opmerkelijke creatie, La Prairie du Fond, waar mens en het diermens eigenlijk zichtbaar wordt. We hadden gedacht dat ze aan die zo is, het kan ook wel een stukje rustiger en even wandelen op paasdag, als de paasreries ontlopen zijn, kan je zo. Maar dat momentaan gevoel van geconfronteerd te worden met die meest exotische dieren, met die tuin, daar riep bij ons allerlei gedachten op dat beeld van Nijinsky, maar ook de gedachte van een soort holistische ervaring eigenlijk, momentaal, een moment van eenheid, zo, van natuur, dier en mens of zo. Ik ben aan mijn laatste hoofdstuk toe. Ik wou het hebben over architecturale organismen, ik heb het ook gewoonweg organen genoemd. Architectuur met een expliciete configuratie, met een expliciete basisfiguur. Het kleine concertgebouw in Gaasbeek, die gebaseerd is op een inwendige en uitwendige spiraal, die er geplaatst is in dat landschap. En die glooiing van het Pajottenland, met op de achtergrond het kasteel van Gaasbeek, dat door de bossen en takken heen enigszins zichtbaar is. Maar die configuratie, die plaatsing van architectonisch organisme in confrontatie met, dat heeft mij altijd heel erg sterk gefascineerd. Een spiraal, ook in zijn materialiteit, dit gebouw, zowel de inwendige als uitwendige huid van het gebouw is in baksteen gemaakt en is een behoorlijk complexe structuur eigenlijk van muren die opklimmen en die leiden tot dit gewelf. Het is een plek voor ook een plek eigenlijk om alleen te zijn of met enigen te zijn of om met een groep te zijn en er een soort van beleving, misschien een muzikale beleving, misschien een conversatie. Misschien om dus een slauwe te dansen of iets.
een ander organisme of orgaangebouw waar we mee bezig geweest zijn, is dit gebouw in St. Gallen in Neder-Zwitserland. Het is die locomotiefhallen van St. Gallen, vlakbij het station, een hoefijzer van een gebouw, waar locomotieven via een soort draaischijf in die hallen konden gebracht worden om er een herstelwerk te ondergaan. En dan via die, opnieuw op die schijf kon rijden en gedraaid worden en terug op de sporen gezet worden. Een fantastisch gebouw. Waar wij gewerkt hebben aan de installatie van de collectie Hauser en Wirth. Formidabele collectie. Maar ik wou het even over die strijd van organismen, architectonische organismen, organen hebben. Ik neem gewoon even, het kan niet zijn dat ik er toch niet even. Dus noods met haren en poten Giambattista Piranesi wil bijsleuren. Ik denk mijn PowerPoint zou niet afgeweest zijn zonder hem. Dus hij in zijn Campo Marzio, waar hij architectonische organismes, het is een soort reconstructie van Rome, maar het is eigenlijk ook een soort van fantasme tegelijkertijd, waar hij die strijd, die onderlinge strijd van architectonische organismes en die onwaarschijnlijke gravure stond. De roundhouse, de treinen, opnieuw de treinen, sommige beelden ja, komen steeds terug. Zoals we met vogels iets hebben, en ook met treinen, dus als je denkt aan de oude paviljoen. Toen hebben we er gewerkt, oh, sorry. Ruimtelijke indelingen gemaakt. Op de binnenplein heeft Frans West al eerder vernoemd in het verhaal. Er zijn fameuze études de couleur gemaakt. Ik noem dat een kleurstudie, een soort pissoir met een pad ernaartoe en zo'n soort ja, een ei of een kak. In die round, in die disc. Een ontzettend sterke aanwezigheid was dat. Inwendig hebben wij ruimtes gemaakt, omhullingen, dus de roundhouse is een soort waaiervormig gestructureerd gebouw en we hebben er een soort van sequens van ruimte in gemaakt met een soort van lichte opgaande muren. Die van cel naar cel leiden, maar die een soort van confrontatie aangaan, de structuur en de originele betonstructuur van het gebouw en anderzijds de ingebrachte structuur van ruimtes voor kunst en de toetreding van licht tot die ruimtes. Daar wou ik kort nog iets over zeggen, over licht. In onze gedachten is licht duist, zand. Het zijn is een soort partikels. Wij verwerpen de gedachte dat licht waves zouden zijn. Licht is een soort stof. Dat je kan strooien als architect in de ruimte, dat maakt de architectuur zo'n goddelijke bezigheid kan zijn. Je kan het strooien over mensen. Je kan het via allerlei groottes van diafragma's toelaten tot een bepaalde ruimte. Wanneer je bijvoorbeeld, en daar volg ik Goethe volledig in zijn theorieën over kleur en licht. Je kan het zoals die spreekt zodanig gaan diafragmenteren en je ziet dat op dat moment dat licht, als je dat vernauwt, dat het licht een bepaald soort snelheid gaat, hè, want dat zand, die dust dat er doorheen, je ziet het opgroeien van de wand aan de andere zijde.
of via die dakholtes en de ruimtes. En dan tot slot wil ik u woordeloos een paar foto's tonen waar wij, en ik wil het over wij hebben, ik, Hilde, Marie-José en al onze mensen die met ons werken, waar wij nu werken en waar we van tijd tot tijd bijzonder gelukkig zijn.